heeft u vertrouwen in deze dag? Ik heb vertrouwen in de rechtbank, maar de rechtbank is natuurlijk op verkeerde been gezet. En dus de rechtbank kan voor mijn gevoel geen goed oordeel geven. Ik als officier op een gegeven moment bewijsmateriaal achterhouden. De politie doet bewijsmateriaal voor donkere manen. Hoe kan de rechtbank een goed oordeel hebben? Dus ik heb er zelf niet zo goed vertrouwen in. Wel in de rechtbank, maar die zijn gewoon niet goed op de hoogte. Weet u zich voorbereid? Voorbereid moet ik zeggen. Wat moet je doen? We wachten af. We blijven hier wel strijden tot het einde. En dit is de laatste rechtbank niet meer die ik binnenloop. Hoe gaat het met u? Naar omstandigheden het gaat. Maar ik ben constant met de zaak bezig geweest natuurlijk. En we gaan in ieder geval strijden. Er zijn een paar rotappels weg. Er zijn natuurlijk ook goede mensen bij de OM die het werk goed doen. En ik hoop dat die het overnemen en wel tot een goed dossier terechtkomen. Dan. Nog van alles boven je hoofd. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, hetzelfde. Kijk, als we gewoon reëel de dingen brengen hoe ze zijn, is normaal. Gaan ze dringend op een gegeven moment eenzijdig aan de rechtbank afvoeren, ja, dan ben je een grote overgeleverd. Want nogmaals, zijn inmiddels een paar rotappels weg. En ik hoop ook dat het naar boven komt waarom ze weg zijn. Dat wil ik het wel laten. Thank you.